Boer Geurt heeft 30 koeien, 10 schapen en een geit. Een haan met 20 kippen, maar voor iets anders is geen tijd. De boerin, dat's mooie Neeltje, en die wil ook wel eens wat. Een weekje naar Parijs toe, of een dagje naar de stad. Maar dat vindt Geurt niet nodig, vakantie overbodig. Ik moet de schapen tijdig scheren, en het hooi nog 2 maal keren. Maar Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Op de landbouwbeurs koopt Geurt een nieuwe melkmachine. Het geld moet hij wel lenen, ja, zowat 1 mil of 10. Maar Neeltje wil al jaren een bank met 2 krabo's. Want waar ze nu op zitten, ach, dat is zo haveloos. Maar Geurt zegt dan, helaas, ben maar een kleine baas. Het hek vraagt om nieuw gaas, en de geit heeft het aan zijn blaas. Maar Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Geurt laat zijn koeien dekken door een machtig grote stier. En is die koe dan tochtig, nou, dan doet hij het met plezier. De haan die pikt de kippen weer boven op hun kop. De bok kijkt naar de geiten of hij springt er bovenop. Maar Neeltje denkt, verdorie, alleen is maar alleen. Ik wil wel een paar kotertjes, zo gezellig om me heen. Dus Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Zeg Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt? Geurt, 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 wanneer ben ik nou aan de beurt?